Welkom in de kluis van de Nederlandse Bank. Hier in Amsterdam, diep onder de grond, ligt een deel van de Nederlandse goudvoorraad. Hoe zijn we eigenlijk aan dat goud gekomen? Heel vroeger moesten bankbiljetten volledig gedekt zijn door goud. Als de Nederlandse Bank biljetten uitgaf, dan moest er ook net zoveel goud in de kluis liggen. En wie dat wilde, kon zijn bankbiljetten zelfs weer omwisselen in goud. Dat kan nu niet meer. We hebben het goud niet meer nodig als dekking. Iedereen heeft nu vertrouwen in de bankbiljetten. Ze zijn schoon, echt en houden hun waarde. Daar heeft de Nederlandse Bank voor gezorgd. Het meeste Nederlandse goud ligt in de kluis van de Federal Reserve Bank in New York. De Fed is de centrale bank van Amerika. Net zoals de Nederlandse Bank dat is van Nederland. Waarom ons goud daar ligt? Ons land verdiende vroeger heel veel dollars in de handel met Amerika. Die dollars hebben we toen daar omgewisseld tegen goud. Moeten we het goud maar lekker laten liggen in de kluis? Omdat we het niet meer echt nodig hebben, verkopen we af en toe een beetje. Maar niet te veel tegelijk natuurlijk, want dan stort de prijs op de wereldmarkt in. En het is wel een rijk en veilig gevoel, zo'n kluis vol met goudstaven.